مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. Dames en heren luisteraars, van harte goedemorgen en welkom tot deze zaterdagsaflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkans, Kal Ajor Kal. Dit is de aflevering voor zaterdag 10 oktober 2020, de Marondag. Kal Ajor Kal wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname. En is nu te beluisteren via de RBN radiofrequenties RP de Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook te beluisteren via ECMI Radio 91.3 FM. Indikeri in een simulcast op de 103.5 FM. Kal Ajor Kal is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube Source. Islaat in RBN Suriname, dan kunt u deze uitzending ook volgen. Kal Ajor Kal is vandaag wederom ook live te zien via Alpha Channel Facebook. U gaat in naar uw Facebookpagina. U slaat in Alpha Channel Suriname. Dan gaat u deze uitzending live on air zien. Kal Ajor Kal is ook online te beluisteren via de website van Dagblad Suriname. En u gaat daarvoor naar dbsuriname.com. En landelijk in Suriname is Rashid Pirkans Kal Ajor Kal vandaag te zien via Rapar Broadcasting Network RBN, kanaal 5.1. Mijn naam is Farid Pirkan. Ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkans Kal Ajor Kal zegt tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me alle mensen condoleren die een dierbare hebben verloren. Ik wil jullie allemaal vandaag veel sterkte toewensen in deze voor u zeer moeilijke en droevige dagen. Vandaag wil ik ook in het bijzonder condoleren de nabestaanden van de overleden oud-minister Sigfried Gils. Die is komen te overlijden op donderdag jongstleden op 81-jarige leeftijd. Hij is 6 keer minister van ons land geweest, onder andere ook nog minister van Defensie. Hij is ook een vooraanstaand vakbondsleider geweest en prominent vakbondsleider van de Surinaamse Partij van de Arbeid. We condoleren bij deze ook de politieke organisatie SPA met het heengaan van oud-minister Sigfried Gils. En nogmaals onze condolences aan de nabestaanden van de heer Gils. Overigens aan u allemaal veel sterkte toegewenst als u een dierbare hebt verloren. Het is heel moeilijk in deze dagen. Het is altijd moeilijk om iemand te verliezen, laten we dat ook al voorop stellen. Maar het is nog moeilijker omdat we vanwege COVID niet de gebruikelijke afscheid kunnen nemen. Zoals we dat cultureel gewend zijn, religieus cultureel gewend zijn binnen onze samenleving. Het is gebruik dat wanneer iemand komt te overlijden, wij allemaal op onze eigen manier de religieuze rouwzittingen meemaken. Anderen nemen ook op een religieuze, culturele manier afscheid. Maar dat kan jammer genoeg niet meer in grote getalen. Vanwege het feit dat we met COVID-protocollen zitten. En dat brengt een heleboel beperkingen met zich mee. En dan hoor je daarom ook vaak dat iemand komt te overlijden. Je hebt die persoon gekend, maar je kan er vanwege de nieuwe omstandigheden er niet naartoe. Dus dan moeten we het vaak genoeg horen van de overlijdensberichten in de krant, of al dan niet via de radio, of al dan niet via de tv. Niettemin neemt dat niet weg dat de mensen niet meeleven met het heengaan van degene die ze hebben gekend. Dus we zijn in een nieuw aangepast model van leven. En wij hopen natuurlijk allemaal dat we eens weer terug kunnen naar onze normale omstandigheden. Nogmaals, alle mensen die iemand hebben verloren, gecondoleerd. De mensen die ziek zijn, wens ik uiteraard van harte beterschap toe. Goede gezondheid aan u allemaal toegewenst. Vandaag moeten we ook uiteraard mensen feliciteren die jarig zijn. En op deze zaterdag van 10 oktober... Het is de Marondag
Het is by the way een unieke datum, heb ik ook nog gemerkt. Het is 10 van de 10e maand 2020. Dus het zijn unieke cijfers. Dus laten we vandaag als eerst feliciteren de vader van Sagar Erawat. Sagar Erawat is de technische man hier van Rashid Birkan's Kala Jorkal, die al 10 jaar met me doet. Zijn vader is vandaag jarig en zijn vader heet Kishore Kumar Erawat. Daar hebben we ook nog een leuke foto van hem op beeld. Hij is vandaag 61 jaar geworden. We wensen hem een heel mooie dag toe. Goede gezondheid. En hopelijk wordt hij op zijn eigen manier ook nog verwend door zijn familie en zijn vrienden op deze mooie dag. 61 jaar jong is hij geworden vandaag 10 oktober. De overige mensen die ik vandaag ook wil feliciteren en ook met nadruk. Vandaag is onze eigen Fawzia Abdurrahman jarig. Fawzia is de presentatrice van RBN Hitparade. Ze is altijd te zien via RBN Channel met haar hitparade. En we wensen haar ook een heel, heel mooie dag toe. Ze wordt ook nog van harte gefeliciteerd namens alle collega's van haar hier bij RBN. Ook feliciteren vandaag mevrouw Sita Santa Ramaratan Singh. We moeten Shatish Bindraban ook feliciteren. Hij is de bandleider van Sabroso in Nederland. Hij is er vandaag ook jarig. Shatish, een hele aangename dag vandaag in Nederland. Ook moet ik feliciteren, misschien niet direct bij u bekend, maar de mensen uit de jaren 70, die kennen hoogwaarschijnlijk deze meneer wel. Hij is geen Surinamer, is een Trini, hij is een Trinidadian. Dat is Narima Habir. Narima Habir is een Trinidadian. Hij is nu woonachtig in Canada, maar hij is een geweldige saxofoonspeler. En hij speelde destijds voor de muziekgroep uit Trinidad PWIE. En zijn vader is de bekende Narima Habir. En Narima Habir woont tegenwoordig niet meer op Trinidad, maar is in Canada. Hij is vandaag ook jarig. Congratulations on behalf of everybody from RBN. Voor morgen mogen de volgende mensen zich voorbereiden met hun jaardag. Rishma Binda, Sachin Algu en Carla Lam mogen de jaardagen voor morgen voorbereiden, 11 oktober. En voor maandag 12 oktober. Waldo Ramdihal, still going strong. Waldo, mooie voorbereiding naar je jaardag 12 oktober. En Hanna Bankboord is er maandag aanstaande ook jarig. En zoals gebruik zeg ik het altijd. Als u uw naam niet hebt gehoord, is het gewoon omdat ik het niet weet. Wat niet betekent dat ik u geen mooie dag ook toewens. Dit is Kala Jorkal. Vandaag is Marondag. We gaan later op de dag, zo omstreeks 10:30 Surinaamse tijd, gaan we praten met de heer Iwan Wijngaarde over deze bijzondere dag. Het is een nationale feestdag en in 1760 werd er een vredesverdrag getekend door de Marons en het land Suriname. We gaan vandaag hierover praten met Iwan Wijngaarde later op deze uitzending. Het is een nationale vrije dag. In 2010 werd het officieel een nationale dag. Het kan jammer genoeg vandaag wederom vanwege, u weet het, niet op een plezierige manier gevierd worden. Mensen doen het wel, maar ze houden rekening met de COVID-protocollen, omdat we niet in grote getalen meer bij elkaar kunnen zijn. Normaliter zou er op zo'n dag een enorme veel activiteiten zijn in onder andere de verschillende dorpen, maar voornamelijk in en rondom het Palmetuin zouden er veel activiteiten zijn. Zover die er zijn, moeten die wel gehouden worden met de protocollen in acht nemende vanwege de besmettingsmogelijkheden van het coronavirus. Maar alle mensen die het vieren op deze mooie dag, hou rekening, maak er een mooie dag van, maar hou ook rekening met de veiligheid van uzelf en van alle mensen in en rondom u heen. We praten straks ook met meneer Wijngaarde over deze dag, zodat we allemaal ook een klein beetje meer hiervan kunnen gaan leren. Dit is Rashid Pierkans Kalajor Kalami, wat internationale informatie doorgeven. Uiteraard krijgt u vandaag ook de gelegenheid om in te bellen. We gaan lekker babbelen met elkaar later. Voor de mensen die vandaag zouden moeten gaan werken, die zijn natuurlijk vrij. Het is zaterdag. Over het algemeen werken relatief veel minder mensen op de zaterdag, omdat de overheid normaliter ook op de zaterdag dicht is. Particuliere instellingen die werken wel. Dus u en ik gaan lekker babbelen vandaag in Kala Jorkal, wanneer we straks de telefoonlijnen voor u open gaan gooien. U kent de rules en regulations. U mag alles zeggen. U houdt het netjes. U kiest uw woorden zorgvuldig uit.
U zorgt ervoor dat u geen mensen beledigt en nog minder mensen beschuldigt, zonder dat u daadwerkelijk daarvoor de feiten in handen voor hebt. En overigens mag alles in deze uitzending van Kala Jor Kala. COVID, dat beheerst ons leven, dat beheerst de wereld. Ik hoef u daarover in principe niet meer te vertellen, maar ik moet het toch wel van tijd tot tijd aan u allen blijven herinneren. Omdat deze virus nog lang niet weg is. Er is overigens ook nog geen vaccin voor. En zolang die vaccin niet is gevonden, dat betekent dat we allemaal nog kans hebben dat we eens besmet kunnen raken wat we niet willen. Om niet besmet te raken, weten we dat we allemaal voorzichtig moeten zijn. En iedereen op zijn eigen manier de protocollen zoals vastgelegd door de verschillende overheden in het land, natuurlijk van waar je woont en waar je werkt, dat je die ook opvolgt. Maar laten we meenemen naar Frankrijk. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Frankrijk is op één dag heeft een nieuw record bereikt. Het Franse ministerie van Volksgezondheid, bij de hoofdstad van Frankrijk, is Parijs. Het Franse ministerie van Volksgezondheid maakte gisteren bekend dat er 20.330 nieuwe besmettingen zijn bijgekomen. Het is voor het eerst sinds het begin van het coronapandemie dat zo'n hoog aantal op één dag wordt geregistreerd. Daarmee komt het totale aantal besmettingen in Frankrijk op 691.977. Het aantal sterfgevallen is met 109 gestegen tot 32.630. Dan moet u rekening houden, dat zijn mensen die zijn omgekomen vanwege het virus. Dan heb je normaal ook het aantal mensen dat op andersoortige manier omkomen. En die worden natuurlijk niet geteld. Het aantal dat u wordt doorgegeven zijn alleen mensen die zijn omgekomen vanwege het virus. De World Health Organization maand Europa tot discipline aan. Europese landen dienen de strenge coronamaatregelen te handhaven, zoals het beperken van groepsbijeenkomsten, om te voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt en er opnieuw lockdowns worden afgekondigd. Dat heeft Mike Ryan, hoofddirecteur van de World Health Organization Emergency Program, dat belast is met de internationale beheersing en behandeling van de pandemie, gisteren in Genève gezegd. De WHO meldde gisteren een recordgroei van één dag in wereldwijde gevallen van coronavirus. In één etmaal kwamen er 350.766 nieuwe besmettingen bij. De wereld telt nu meer dan 36 miljoen coronagevallen. Ruim 1 miljoen mensen zijn overleden na besmetting met het coronavirus. Wat ons eigen land aangaat, weet u dat wij bij ons het aan het afnemen is. Maar u moet weten, wanneer we praten van eventuele afname, het kan weer een spike gaan krijgen naar boven. Omdat dat hangt natuurlijk af van het gedragspatroon van de burger, hoe de burger zich gedraagt. Het hangt er natuurlijk ook van af dat er geen meer besmette personen voornamelijk uit het buitenland naar ons eigen land toe komen. En we moeten heel omzichtig mee omgaan. Waarom ook nog extra voorzichtig omgaan? Omdat de bussen weer mogen rijden. De bussen rijden onder de COVID-protocollen zoals vastgesteld voor de bushouders. Dus de bushouders en de buschauffeurs dienen er ook op toe te zien dat ze het aantal mensen alleen maar toelaten in het bussen zoals voorgeschreven. Dat is één. Een tweede andere zaak is dat de scholen weer open zijn. Wel, de scholen zijn ook aangepast open. Er zijn nieuwe regels voor gemaakt. Maar we krijgen plotseling dan weer in een bepaalde tijdspan enorm veel mensen tegelijk die in beweging komen en die bij elkaar komen. En het gevaar zit er altijd in dat wanneer mensen zich niet gaan houden aan de regels, je weer een spike kan krijgen, je kan een uitspatting gaan krijgen, dat er mogelijk weer een toename kan zijn. De minister van Volksgezondheid verwacht hoogwaarschijnlijk ook weer een tweede golf. Laten we hopen dat het niet gebeurt. Dat hopen niet gebeurt, omdat, wat ik al eerder zei, doordat meer mensen in beweging komen tegelijk en op één locatie in beweging komen, dan is het risico natuurlijk ook weer groter. Internationaal zien we dat wat het virus aangaat, zien we dat een aantal continenten en regio's vooruitschieten. Onder andere Europa, we zien de Verenigde Staten en Canada, we zien dat in onze eigen regio Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.
En zeer opvallend, maar toch positief te noemen, is dat op het Afrikaans continent het relatief veel en veel minder is dan zelf Europa en Amerika en Latijns-Amerika. Het Midden-Oosten, daar is het ook nog in vergelijking met Europa en Amerika en Latijns-Amerika, valt het Midden-Oosten en Noord-Afrika toch nog wel opvallend mee. Ze komen wel voorcijfermatig, maar als we het in een blok zetten van waar horen ze thuis, dan valt het nog goed uit bij hun. We zien dan ook een toename in Azië. Azië zit in de piek daar. Dus het zijn de landen en dan ook de continenten waar de sprake is van enorme toename. Nederland, dat hebben ze bijna niet meer onder controle bijna. Omdat in Nederland er sprake is van zoveel vrijheid, dat er enorm veel discussies nou daar worden gevoerd. Moeten we nou een mondkapje dragen of moeten we nou geen mondkapje gaan dragen? Ik bedoel, ja, als je het voor je eigen veiligheid moet doen, wat voor kwaad kan het als je het opdoet? Het is toch altijd beter dat je dan geen risico neemt en dan toch rekening houdt dat als je buiten gaat en tussen mensen bent, je jezelf wel moet beschermen. In elk geval in ons eigen land, ze hebben we gemerkt in Suriname, in mijn land, dat onze burgers zich toch veel houden aan de regels. Dat is goed. Je hebt uiteraard uitspattingen, maar zolang die uitspattingen onder controle blijven en niet uitlopen, dan kunnen we het beheersbaar gaan houden. We zien ook nog dat COVID-19 tot een van de grootste doodsveroorzakers in de wereld genoemd kan worden nu. De eerste is nog steeds hartaandoeningen, gevolgd door beroerte, daarna gevolgd door longaandoeningen. En daarna zien we dat COVID-19 zijn plaats heeft ingenomen. Door COVID-19 zien we dat er ook enorme toename van armoede ontstaat, voedseltekorten. We zien dat die armoede in landen die hun bevolking niet op een optimale kunnen voorzien aan het toenemen is. En zo is de armoedelijn nu gebracht op $1,90 per dag. En dat is in Surinaams uitgedrukt ongeveer 26 SRD. Dat is min of meer de laatste update wat het coronavirus aangaat. Over het algemeen weten we dat we ons allemaal daaraan moeten houden. We blijven het herhalen, we blijven het zeggen. Het is niet weg, het gaat voorlopig niet weg. Er is geen vaccin voor gevonden. Farmaceutische fabrikanten die zijn drukdoende nog met onderzoekingen, met testen. Maar er is nog nergens gezegd dat er een vaccin is. En wanneer dat officieel wordt, dan gaat uiteraard de World Health Organization, WHO, dat formeel bekendmaken. Wat men dan ook zegt, van mocht er ooit een vaccin gevonden worden, dat betekent dat je nog een fase hebt. Je krijgt een fase van onderzoekingen, je krijgt een fase van testing. En wanneer na die testing blijkt dat het werkt, dan moet je in een fase gaan van productie. En dat duurt weer een tijd. En dan, los van die productie, moet je nog distributie hebben. En wanneer je dat hebt, gaat over het algemeen de hele wereldbevolking gaat ingeënt moeten worden, gaat voorzien moeten worden van die vaccin. Dan is er weer de vraagstelling, hoe distribueer je? Hoe distribueer je pakweg 7 miljard mensen een vaccin binnen een kort tijdbestek? Men heeft al een aantal scenario's in die grotere landen gemaakt van hoe dat te moeten doen. Onder andere willen ze ook het leger gaan inzetten om voor de distributie zorg voor te dragen. Een andere discussie die er plaatsvindt, ja, wie komen er eerst in aanmerking ervoor? Uiteraard hebben we nu al gezien dat de rijkere landen, de landen die over financiële middelen beschikken, en dat zijn voornamelijk de Europese landen, de betere Aziatische landen als Japan, Zuid-Korea, Amerika, onder andere in onze regio en onder andere Canada. We zien dat deze landen vooruit reserveren, vooruit betalingen doen, reserveren in geval een vaccin wordt gevonden, dat ze dat in elk geval hebben voor hun bevolking, voor hun bevolking. Nou, dan heb je arme landen die geen geld hebben en hoe gaan die arme landen voorzien worden? Het gaat sowieso een feit zijn, en daar is het beginsel weer, dat er geen gelijkheid is. De rijke landen gaan uiteraard hun eigen bevolking eerst voorzien. En daarna gaan de arme landen voorzien worden, en die gaan dan voornamelijk voorzien worden door de World Health Organization. Dus de vraag is, wie krijgt het als eerste? Maar uiteindelijk, mocht het ooit gevonden worden, dan gaan 7 miljard mensen die er op aarde wonen en werken, die gaan allemaal voorzien moeten worden hiervan.
Dit is Rashid Pierkans Kullar Djorkul. We gaan meneer Wijngaarden zo meteen nu inbellen om met hem te praten over de Marondag. En wanneer we zijn interview hebben gehad, dan gaan we de telefoonlijnen voor u opengooien. Rashid Pierkans Kullar Djorkul. U weet dat Amerika, de Verenigde Staten, ieder jaar getroffen wordt door tropical storms of zo je wilt hurricanes. Er is weer een tropical storm in de richting van Louisiana. En tot nu toe zijn er voor dit jaar in Amerika 16 climate related disasters geweest. 16 tot nu toe voor dit jaar. En dan hebben we nog een pakweg 3 maanden te gaan. En die heeft al voor een schade gekost van rond 1 miljard Amerikaanse dollars alleen voor dit jaar. Er is weer een hurricane in de regio van Louisiana. En die hurricane heet Hurricane Delta. We weten ook dat er binnenkort Amerikaanse presidentverkiezingen gehouden worden. Je weet dat Donald Trump besmet was geraakt. Hij is ontslagen dus uit het ziekenhuis. Hij is weer in de White House. En er zouden debatten plaatsvinden, presidentiële debatten plaatsvinden tussen Donald Trump van de Republican Party en Joe Biden van de Democratische Partij. 1 debat is er al geweest. Er moest weer eentje komen van de week, woensdag. Maar voorlopig heeft Donald Trump die afgezegd. Hij wil niet participeren erin. Toen heeft men voorgesteld van oké, als we het niet 1-op-1 lijfelijke aanwezigheid kunnen doen, kunnen we het niet virtueel doen en ook dat wil hij vooralsnog niet. Dus er komt voorlopig geen 2e debat. Er waren 3 gescheduled. Er is ook al intussen 1 debat geweest tussen de vicepresidentskandidaten. Dat weten tussen Mike Pence en Kamala Harris, die is er wel geweest. Maar voorlopig is er geen nieuw debat uitgeschreven tussen Trump en Biden. Mocht Biden gekozen worden tot president van Amerika, dan wordt hij de oudste president van Amerika die ooit gekozen gaat worden. Want Joe Biden is 78 jaar. Als we kijken naar de leeftijden van de presidenten, dan was Roosevelt 42. We zien John F. Kennedy was de jongste gekozen president ooit. In 1961 was dat, hij was 43 jaar. We zien dan ook James Buckingham, die was 65. We zien een van de jongere presidenten was Barack Obama in 2009. Die was 47 jaar. We zien Ronald Reagan, die was 69 jaar in 1981. Oudste zittende VS-president. Hij was 77 toen hij in 1989 vertrok. Maar toen hij gekozen werd, dan was hij 69 jaar. Donald Trump is 70 jaar oud, werd gekozen in 2017. Dus mocht Joe Biden, de tegenkandidaat van Trump, in de verkiezingen van november gekozen worden, dan is Biden oudste president ooit in de White House, 78 jaar. Clinton zelf, die ook vrij populair is geweest, in 1993 was 46 jaar oud toen hij president werd van Amerika. Dit is Rashid Pierkans Kullar Djorkul. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Meneer Iwan Wijngaarden, goedemorgen. Bent u in de uitzending? Ja, goedemorgen, heer Pierkan. Nog gefeliciteerd met Marondag. Ja, een geweldige ontwikkeling moet ik zeggen. Marondag is heel bijzonder voor de totale, Afrikaanse nama zou je kunnen zeggen, hun bijdrage in bijzonder naam voor Suriname en bijzonder voor die groep. Ja, meneer Wijngaarden, we hebben begrepen dat deze discussie rond de Marondag, dat het een nationale feestdag is geworden in het jaar 2010. Maar deze discussie om tot een nationale dag te gaan, die is 10 jaren eerder gevoerd. Wat kunt u ons hierover vertellen? Ik heb de laatste niet verstaan, zei u. Nee, ik zeg, de Marondag is officieel in 2010 als een nationale feestdag ingevoerd in ons land. Maar die discussie om tot een Marondag te komen, die is 10 jaren eerder gevoerd geworden. Waarom is deze dag 1 zo belangrijk en wat heeft het historisch allemaal teweeg gebracht voor ons? Ja, het is belangrijk. Het is een groep die dus gevochten heeft. En die voelt zich natuurlijk niet gekend, want hun bijdrage is heel groot geweest. Je moet nagaan, een eeuw voor de afschaffing van de slavernij hebben ze gevochten. En toen kwam die 1760, dat men niet meer aankon.
En dan is het van belang dat ze die erkenning krijgen van onze bijdrage is bijzonder groot geweest. Want dankzij die maronage is de slavernij 1863 afgeschaft. En, dus dan wil je toch wel een stempel drukken van ik heb een bijdrage geleverd en ik moet erkend worden. Ja, meneer Wijngaarden, maar waarom heeft het zo lang in ons land geduurd? Als we weten dat het een enorme bijdrage is geweest, dat we pas in 2010 tot het besluit zijn gekomen dat het een nationale feestdag moest worden. Ja, men was niet zo gul met het geven van nationale feestdagen. Het was alle erkenning dat die dag, maar het was geen nationale vrijdag, hè, toen de tijd. En wij wilden een nationale vrijdag van hebben. En toen kwamen die dingen los natuurlijk. Trouwens, nationale vrijdagen werden als Warren Boren uitgegeven, zo'n beetje in een bepaalde periode. En, maar ze hadden er recht op. Ik vind het belangrijk gebeuren. Net als 9 oktober, de dag van de inheemse, dat vind ik heel, heel belangrijk. Dat moest er echt zijn, vind ik. Ja. Meneer Wijngaarden, we weten allemaal wel dat onze Maronbroeders en zusters, dat zijn allemaal ook ingedeeld in verschillende stammen, die bekend zijn onder andere als de Paramaccaners, de Okaners en de Ramaccaners. Maar welke groep van deze stammen hebben in principe die strijd geleverd, zodat die vredesovereenkomst getekend is geworden in 1760? Nou, het is een... Het is eerst begonnen met de Saramaccaners. Dus eigenlijk kun je praten van twee verzetsgroepen. Eén in het noordoosten van Suriname en één in het zuidwesten van Suriname. En de belangrijke in het oosten van Suriname waren de Okaners en de Alukus. En in het zuidwesten van Suriname waren de Saramaccaners en de Matawais. Eerst de Saramaccaners en later kwamen de Matawais bij. Dat zijn de grote groepen althans ook. Hè? En je hebt binnen het Noordoosten heb je de Alukus. Die zijn gerekrumeerd tot... De Alukus heb je tussen haakjes gezegd de Bonis. En die zijn van de groep de verzetstrijders. Die hebben gevochten tot... ze hebben nooit de vrede gesloten eigenlijk met de kolonisator. Dus het is weer een typische ontwikkeling dat groepen zich gingen zien als de verzetstrijders. En dan had je de Paramaccaners bijvoorbeeld. Dat is aanverwant aan de Alukus. Maar die hoorden niets van hun. Maar de Alukus waren de vechtersbazen. En, die gingen vechten om strijd te leveren tegen de slavernij. En die hebben nooit iets willen tekenen ook. Mm-hmm. Tot de dood van Boni. En toen in 1772, Fouchou in Suriname kwam, Stedman, en toen hebben ze zwaar en die redemoesus, toen is eigenlijk de macht van de verzetstrijders veel minder geworden. De macht is verbroken, ze zijn verdreven van het oosten naar het, het noorden naar het westen toe. Dus het Kotika-gebied, Kommerwijnen, zijn ze verdreven naar het oosten. En nu zijn ze helemaal, bijna zou je kunnen zeggen, oost-zuid van Suriname. Ja, meneer Wijngaarden, hoe komt dat een bepaalde deel nooit die overeenkomst heeft willen tekenen? Okay. Het komt een beetje onduidelijk over. Misschien, ik hoorde het niet precies de vraag. Ik ga het nogmaals herhalen. Hoe komt het dat een bepaalde groep die overeenkomst niet heeft willen tekenen? Ja, en, het is een, hoe moet ik zeggen, het is begonnen bij, het was natuurlijk een overeenkomst met zijn plus en zijn min. En je hebt altijd tussen mensen heb je radicale groepen die zeggen, ik wil niet een deel hebben van iets, ik wil absoluut van deze ellende af, de slavernij. En anderen zeggen van, ik wil het gefaseerd doen. Of ik denk, als je mij kan vrijwaren van de ellende, dan ga ik mee.
Maar bijvoorbeeld de Alukus, de Boni, die waren absoluut niet zo'n type. Die waren, zeg ik wel, absoluut een eind moet gemaakt worden aan de slavernij. Slavernij is geen goed ding. En daar kunnen we niet mee gaan spelen, gedetelijk of wat. Het moet absoluut zijn. En dat heeft de kolonisator natuurlijk flink ingespeeld. En ze hebben deze mensen met absolute gedachtegang ten aanzien van deze gedachte, hebben ze blijven bestrijden. En ze hebben met degene die ze zover konden krijgen, de Alkaners, daar zijn ze doorgegaan. In 1760 is natuurlijk de eerste traktaat getekend. Eerst was het bij de Saramacanen, maar die weigerden in 1749 zijn ze al begonnen met de Saramacanen. Maar het is misgelopen. Die waren nog niet zo helemaal overtuigd van de insteek van de kolonisator. En is het gelukt bij de Alkaners. En toen later, 2 jaar later, is het bij de Saramacanen gelukt. En later bij de Matawai. Ja. Meneer Wijngaarden, in welke gebieden, u hebt het wel aangegeven, maar als we het nou zo door moeten uitdrukken, in districten die we kennen, Brokopondo en et cetera, in welk district heeft deze concentratie zich plaatsgevonden? In de bekende districten die we kennen, weet je nu? Ja, nou, we kennen niets meer van Kotika. Kotika is het strijd zo heftig geweest. En daar waren veel plantages. En het is zo heftig geweest, dankzij een Boni en de Alukus en Boni als leider, dat je niks meer kan zien van de slavernij. Ze hebben het zo onmogelijk gemaakt voor de kolonisator dat ze opgehouden zijn in de Kotika en boven Kommerwijnen. Dan heb je op een gegeven moment natuurlijk een zware gevechten zijn geweest. Aan het Parag-gedeelte. En je moet zien dat deze groep, die in het noordoosten zijn, die zijn voornamelijk in het Nederlands bewind. Toen Suriname aan Nederland toebehoorde, zijn ze gekomen. En degene van Para, het achterland, meer het zuiden, die waren bij het Engels bewind. Die Engelsen waren eerst hier. En ze hebben de Joden laten komen. En we zien dat mensen uit Barbados gekomen zijn. Mensen uit de Joden zijn met de slaven uit Brazilië gekomen. En we zien ook aan de taal. Er zijn veel Portugees zit in de taal van de Saramacanes. De oudere groep is inderdaad de mensen uit het zuiden. De Saramacanes, de Matawai, et cetera. En de Quinti zijn heel later gekomen. Die zijn in het gevecht in Barbies. Zijn ze gevlucht vanuit Barbies naar Suriname. Dat zijn de Quinties, dus een hele kleine groep. Ja, meneer Wijngaarden, 1760 is het vredesverdrag toen ondertekend. Ja. Hoe kijkt u er tegenaan, anno 2020, waar we zien dat voor het eerst in de geschiedenis de Marrons in onze politiek de top hiërarchische posities hebben weten te bemachtigen middels verkiezingen? Waar we zien de vicepresident in de persoon van Ronnie Brunswijk. Mm-hmm. En we zien ook de voorzitter van de Nationale Assemblée. Hoe kijkt u daar tegenaan dat na zoveel 100 jaar men die functies heeft gehaald nu? Ja, het is een hele goede ontwikkeling. Dat men van, eerst slaaf, weggelopen slaaf, later vrieman. Er zijn later door het weglopen, waren ze geen Vrieman nog. Maar toen de traktaten gekomen zijn ze Vrieman geworden, ze worden vrij. Ze zijn een eeuw voor de afschaffing van de slavernij, net wat ik zei, zijn ze vrij. Dus ze konden zich een beetje redelijk goed ontwikkelen. En dat is een hele prestatie. En dat ze die ontwikkeling van slaaf naar een guerrilla-strijder, en van guerrilla-strijder naar Vrieman in 1760. En vandaag in de dag, anno 2020, zien we dat ze helemaal in het machtscentrum gekomen zijn. Is een ontwikkeling om u tegen te zeggen. Ja. Meneer Wijngaarden, mag ik u bedanken voor deze informatie en mag ik u een mooie voortzetting van deze dag verder toewensen. Dank u. Graag. Dank u wel.
Dan hebben we dat gehoord, we hebben gepraat met de heer Iwan Wijngaarden in verband met deze zeer mooie historische dag van ons allemaal, 1760. Het is goed om op deze dag ook voor uzelf, voor uw eigen ontwikkeling, voor uw eigen kennisverrijking, om kennis te nemen. Niet alleen om te zeggen van het is een nationale vrije dag. Oké, prima, dan weten we dat ook. Maar het is altijd goed voor uzelf, voor uw ontwikkeling, om te weten hoe is deze dag ontstaan. Waarom is er een vredesakkoord toen gesloten? Zodat u met die informatie in discussies verder, in uw leefgewoontes met mensen, beter bent geïnformeerd. Dit is Kalaar Jorkel. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. We gaan nu de telefoonlijnen voor u opengooien, dames en heren. En ik verwelkom uw maatschappelijke mening op 532037. Nogmaals, het telefoonnummer ziet u daar in beeld. En voor de radioluisteraars is dat 532037. U kent de rules and regulations. U mag alles zeggen hier, u houdt het netjes. U zorgt ervoor dat u geen mensen beledigt. U blijft netjes zoals u bent, zoals u goede opvoeding hebt gehad en tot nu toe hebt. En zoals u ook praat thuis tot uw medemens, uw gezinsleden. Precies zo gaan wij lekker babbelen vandaag, u en ik samen in Kalaar Jorkel. En ik ben alleen intermediair naar al de duizenden mensen die luisteren en kijken naar deze uitzending. Mensen die van koffie houden, koffie is een heel overigens vrij duur product, maar men heeft een onderzoek gedaan naar de landen waar men het meest koffie drinkt. En Nederland, daar drinkt men het meeste. Nederland is als uitschieter het land waar het meest koffie gedronken wordt, gevolgd door Finland, gevolgd door Zweden, Noorwegen, Canada en in Libanon. Libanon is in het Midden-Oosten. Daar drinkt men ook heel veel koffie. In Duitsland drinkt men koffie. Brazilië, koffieland uiteraard. Qatar, Zwitserland. Maar het land nummer 1 waar het meest koffie wordt gedronken, dat is Nederland. Dit is Kalaar Jorkel. Laten we kijken allemaal wat er gebeurt in ons land. Er gebeurt over het algemeen niet zoveel, omdat vanwege de economische crisis in ons land en ook vanwege COVID-19 zien we ook dat in ons eigen land de economische activiteiten zijn afgenomen. Ze waren al in principe het afgelopen jaar door de economische downfall was het al afgenomen. Maar door COVID-19 sinds midden maart in ons land hebben we gezien, en dat merken we ook overigens nog steeds, dat het nog verder is gedaald. En de reden daarvoor is dat door de besmettingsgevaar mensen, de bedrijven, één dicht zijn. Veel bedrijven zijn ook gesloten vanwege het feit dat ze geen winst meer eruit kunnen halen. En ook vanwege het feit dat de burger relatief ook minder op straat gaat om inkopen te doen. Dus er is een hele daling in onze economie. We zien ook dat de importen over het algemeen zijn gedaald. Het volume van importen. En door de volume van daling van importen zien we ook dat daardoor de staatsinkomsten ook zijn gedaald. Want de overheid die moet het hebben van heffingen, van de invoerrechten. Die moet het onder andere hebben van de omzetbelasting. Maar als die importen ook minder worden, dan gaat die overheid ook minder geld krijgen. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Ja, goedemorgen, meneer Farik. Ja, goedemorgen. En ik wil even reageren over van meneer Wijngaarden. Ja, op school heb ik altijd geleerd, barons zijn weggelopen slaven. En meneer Belfort die kon zeggen, barons zijn weggelopen vee. Dus mag ik wat duidelijkheid in, alsjeblieft. Oké, dank u wel. Ik kan u geen duidelijkheid erover geven. Meneer Wijngaarden, ik had de telefoon. Ik had hem niet live in de uitzending. Dus ik kan die vraag nou even niet aan hem stellen, omdat hij niet lijfelijk aanwezig is. Maar ik neem die opmerking van u mee en misschien kan ik een andere keer erop reageren als ik die informatie voor u heb achterhaald, wat u daarnet gevraagd heeft. Dit is Kalaar Jorkel. Het is een vrije dag. Ik weet niet wat u allemaal zo doet op zo'n vrije dag. Huis schoonmaken. Misschien bij familie gaan. Misschien, ja, gewoon een beetje chillen hier en daar. Maar
Economisch, als we zien, terugkomend op ons economisch gedeelte van ons land, wat ons allemaal parten speelt, hebben we gezien dat door die unificatie van die wisselkoers, hebben we gezien dat alles ook tegen keren duurder is geworden. De reden waarom, één, primair door die unificatie van de koers, betalen de mensen dan die goederen importeren, en we zijn een importerend land, we importeren veel meer dan we exporteren, is dat we zien dat de mensen dan bij het importeren van hun goederen relatief meer invoerrechten moeten gaan betalen, meer, omdat de douanekoers die destijds was gesteld op 7,25 daar ergens nu ook bijna tegen de 14 is. En dat betekent de mensen betalen meer heffingen aan de poort, en de mensen betalen ook meer omzetbelasting aan de poort, omdat bij de importen wordt de omzetbelasting direct geheven, wordt die omzetbelasting op het product direct geheven. En dat komt dan op de schappen terecht bij u, en dan moet je meenemen dat alle kosten in berekend worden en dan ook nog winst doorberekend wordt op de rekken die, waarbij u de producten ziet. En doordat het kostbaar is geworden, en het is kostbaar geworden, en loopt dat ook niet gelijk met de lonen en de salarissen van de mensen. Nou, de mensen vragen zich natuurlijk af van ja, maar dan hoe moet ik verder gaan? Het probleem dat er is, is dat deze regering een heel benarde positie heeft gehad toen ze aan de macht zijn gekomen. Maar daar ga ik u straks meer over vertellen. Laten we de beller dus de gelegenheid geven. U bent in de uitzending. Goeiedag. Bent u er nog? Hallo. Ja, bent u er nog? Ja, ja. Ja, gaat u gang? Ja, ik feliciteer ik feliciteer alle Afro-Surinamers met deze dag. En ik feliciteer ze ook met hun positie in het politiek, bedoel ik. Ja. Ja, en ik zou ze vertellen, laten we niet breken, laten we opbouwen. Oké. Dat wil ik zeggen. Oké, dank u wel. Dank u wel. Het is, u moet zich indenken dat wanneer we vandaag op het instituut van de vicepresident een Maron hebben, van Maron komaf, dat is Ronnie Brunswijk, en ook als voorzitter van de Nationale Assemblée des Marines B, moet u nagaan, u moet proberen in te denken wat voor lange weg historisch hebben niet moeten afleggen om door verkiezingen, door onderhandelingen, die posities te krijgen. Dat is een heel, heel lange weg. We praten van een weg van bijna 300 jaar. 300 jaar. Voorheen werden deze topposities voornamelijk bekleed, altijd bekleed door mensen uit het kustgebied, uit de kustvlakte. Werden deze posities bekleed. Dus het is historisch een enorme prestatie. Het is een prestatie, kan ik u zeggen. Dat na 300 jaar, ja, dat je Ronnie Brunswijk hebt. Het kon weliswaar ook iemand anders zijn van Maron komaf, maar in dit geval is het Ronnie Brunswijk. En dan zien we Marinus B. ook in het parlement. U bent in de uitzending. Goeiedag. Ja, goeiedag. Ik heb een voorstel voor de regering. Kunt u dat AUB overbrengen naar de... Want u bent beleidsadviseur. En dat is... Afschaffing van die government take. En herinvoering van rij- en voertuigenbelasting. Oh goed, ik neem... Oké, dank u wel. Ik neem maar dat zo ook luisteren. Ik probeer... Duidelijk te maken voor u, deze uitzending is een persoonlijke verantwoordelijkheid van mij. Ik zit niet hier als een adviseur van de president. Ik ben geen regeringsadviseur, hè? Er is een verschil. Okay? Het is een persoonlijke uitzending op eigen titel dat ik al langer dan 25 jaar doe. Nee, het is 25 jaar doe. En het is een uitzending van RBN. Dus het kan ook best voorkomen een keer, misschien meerdere keren zelf, dat u een afwijkende mening hier gaat horen, of kan horen, dat u zichzelf afvraagt, ja, maar dat heeft die regering niet gezegd. Ja, maar ik ben die regering niet, oké? Okay? Ik ben die regering niet. Rashid Pirkans Kalajorkali, kijk, benzine
is altijd gesubsidieerd geworden in de zin van dat men het tegen een lage koers naar de pomp bracht. Dat betekent die overheid heeft altijd voor ons betaald dat we konden rijden. En zolang we dat hebben kunnen doen, was dat heel goed. Uiteindelijk heeft men die koers vrijgelaten, waarbij die mensen die olie importeren, want olie wordt geïmporteerd. Het overgrote deel wordt geïmporteerd, laat me het beter zeggen. Staatsolie produceert ook wel olie, maar het is niet genoeg om onze hele markt te voorzien. Dus daarom zijn er ook andere olieimporteurs. En die importeurs, die moeten hun leveranciers betalen van waar ze hun olie halen. Die overheid betaalde altijd het verschil voor ons. Uiteindelijk heeft die overheid gezegd, ik kan dat verschil niet meer betalen. Uiteindelijk moet u het gaan betalen. Dat stukje is begrijpelijk. Wat steeds onbegrijpelijker wordt voor de bevolking, is die government take. Well, on top of that, verdient die overheid ook aan government take. En ze hebben nog bij hun aanvang het nog met 1 gulden in SRD omhoog gebracht. Vanwege het feit dat ze zeggen, ik moet geld hebben om mijn huishouding te draaien. En door die government take toe, wordt het duurder. Dus wat die burger vraagt en wat deze meneer vraagt, in principe zegt hij, oké, is maar een voorstel, geen gek voorstel, misschien moet dat ook doorberekend worden. Wat het verschil gaat zijn, als je een 10 miljoen krijgt uit die government take, en je krijgt er 5 miljoen uit die rij- en voertuigbelasting, zit je nog met een tekort van 5 miljoen. Maar het is wel een goed voorstel om even door te denken en om door te berekenen. En ik hoop wel dat ze luisteren. Je bent in de uitzending. Goeiedag. Bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Ik heb een vraag. Ja. Ik wil de vragen weten. De president die heeft bij het aanzetten heeft hij beloofd het land naar eer en geweten te leiden. En je neemt aan dat wanneer deze president af is, dat hij het land toch wel in een andere positie achterlaat dan waar hij het voor genomen heeft. Is zo'n president dan niet strafbaar als hij het land helemaal heeft uitgezogen? Alle geld is weg? Dat is mijn vraag. Oké, ik ga u proberen te antwoorden. Kijk, wanneer een overheid aan de macht is, dan mag die overheid alle handelingen plegen binnen de regelgeving, binnen de wetgeving. Mogen ze alle handelingen verrichten. De mensen die overheid moeten controleren, dat zijn niet u en ik, want wij hebben die bevoegdheid niet. Onze bevoegdheid hebben wij weggegeven op 25 mei. Wij geven die weg tijdens de verkiezingen. En we geven dan die bevoegdheid niet aan de regering. Onze bevoegdheid van u en mij en van duizenden andere mensen hebben wij gegeven aan 51 mensen. En die 51 mensen die zijn de parlementsleden. Wij hebben samen gezegd aan die 51 mensen, wij geven onze bevoegdheid aan jullie. We hebben de bevoegdheid van ons niet gegeven aan die 17 ministers. Hè. Wij hebben die bevoegdheid niet aan hun gegeven. Ook niet aan die president. En ook niet aan die vicepresident. Onze bevoegdheid hebben wij gegeven aan de parlementariërs, die 51 mensen. En wij hebben tegen die 51 mensen gezegd, oppositie of coalitie, maakt niet uit. We hebben tegen ze gezegd, wij geven ons recht aan jullie en wij verwachten van jullie dat u ons gaat beschermen en erop gaat toezien dat alles wat er gebeurt goed gaat gebeuren. En dat is niet bij die regering, dat is bij het parlement. Aan die mensen hebben wij dat gezegd. Daarom bent u gaan stemmen tijdens de verkiezing voor parlementariërs. U bent niet gaan stemmen voor ministers. U bent ook niet gaan stemmen voor een president. Nee, u bent gaan stemmen voor 51 parlementariërs. Dus u moet iedere dag die parlementariërs die u hebt gekozen of waarvoor u hebt gestemd, en dan maakt het nou niet uit of het coalitie of oppositie is, het gaat om 51 mensen en die toevallig zijn gekozen omdat u ervoor hebt gestemd en u weet op wie u hebt gestemd, dat u die mensen gaat bellen. U moet uw telefoon pakken. U moet die parlementariërs zeggen, zover u dat wenst te doen, u moet dit voor mij doen. U moet deze controle voor mij uitvoeren, want daarvoor heb ik u gezet.
Wij hebben niet een regering gekozen. U hebt geen regering gekozen, u hebt een parlement gekozen. U hebt geen president gekozen. U hebt een parlement gekozen. Het parlement heeft uiteindelijk een president en een vicepresident gekozen. Maar u hebt niet gekozen. U hebt de bevoegdheid aan die 51 mensen gegeven. En op basis van die verhouding heeft men als afgeleider daarvan een president en een vicepresident gekozen. En daaruit zijn 17 ministers eruit gerold. Maar de primaire bevoegdheid die wij hebben gegeven is aan het parlement van Suriname. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen meneer Rachidna. Ja, gaat u gang. Dat is mijn vaders naam, maar is niet erg. Nee, maar is niet erg. Estelisi minanga yu aitaki. Maar je wacht niet zo lang voor Belmi. Oké, ga je. Noem dat verzijde toch? Bepaalde staan enkele sami want tak na want to be somewhere like you, so? No. I think so moeilijk. Dus hier kom je doen snel. Ja. Omdat kan niet eruit om je wacht hier ook toe. If we go back as the World War, can I talk in English? Yes, go ahead. Okay. Yes, if we go back to the First World War and the Second World War, right? Yeah. If we check the amount of people that died because of the weapons that they used, is not so much that the virus killed after these wars. Now we are in a situation from then to now, we are in COVID-19. Well, I was thinking about the amount of people that cigarette is killing. Certain things they are producing that they know it's not good for us, and these things are killing us. They are not doing anything about it. Now we get COVID, and COVID start killing people. Now they want to find a medicine. They want to find some kind of injection. But the sickness that we had before, they really never find no cure for it because the sickness is still there. We are in a situation, what I would like to tell everyone, we need to use our common sense. And, okay, we still need to listen to these big ones, but we must not believe everything what they're saying. We need to use our common sense to survive. And what I would like to say in Suriname, because you mentioned some things there already outside, it's crazy because people are dying so many. We in Suriname, if we want to keep this thing or get rid of it, or protect ourselves, we need to stick to the rules. We need to wear our face mask. We need to keep the distance. We need to wash our hands. This is just some simple thing everybody could do. And my message to them, if we do this, we could save ourselves and our loved ones, family, because especially breadwinners, if they have to go to work, when they go home, if they are not careful outside and they bring the danger home, and they could just destroy the family. So I would like to encourage everyone to just stick to rules, because I'm not seeing that in many places. I remember the press conference they had, and they mentioned something there about shishalo control, and that is what I'm doing a lot. We all could do this. We all could do shishalo control. We all could enforce the rules when we are in a shop and help people to see that it's serious. We need to stick to these rules. So, my friend, if they're listening, let's do this. If we do this, we could just save ourselves. We could just keep this thing low, and eventually it could go away. That is my message I would like to tell everyone. Okay, thank you for giving me this chance. All right, thank you for your kind advice. In principe waarop die meneer het heeft gehad, heeft het over COVID-19 gehad. Hij maakt de vergelijking eerst met de Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog, hoeveel mensen daar dood zijn gegaan. Maar hij zegt ook wel dat COVID-19 nog heel veel mensen doodmaken. Maar hij zegt, sigaretten en andere schadelijke producten, die maken mensen ook dood. Maar nu gaan mensen back-to-back in grote getalen dood vanwege COVID-19. Waarop hij neerkomt, zegt hij, kijk, we kunnen het allemaal wel controleren, controlen zo je wilt. Wanneer we allemaal ons aan die rules en regulations houden en aan die protocollen die zijn vastgesteld. Hij zegt van we moeten eigen sociale controle doen, willen we dit ding kunnen beheersen in ons leven. Daarop komt het in principe neer.
Dit is Kalajurkal, ik zei nog steeds, de grootste doodsveroorzaker in de wereld zijn nog steeds hartaandoeningen, gevolgd door beroerte en ook nog longaandoeningen en dan ook nog COVID-19. Er zijn meer dan 1 miljoen mensen reeds overleden. U bent in uitzending, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Birkan. Ja, goedemorgen. Indra, heb je me nodig? Wat zei u? Meneer Birkan, goedemorgen nogmaals, want die vrouw is binnen en die heeft wat te zeggen. Maar ik wil zeggen, God zegen aan jullie allen. Ik ga u zeggen, tot heden ben ik niet happy hoor, met de regering ben ik niet happy hoor. Ik tenminste, ik weet niet voor anderen, ik ben niet happy. Reden waarom? Er waren verschillende beloften gedaan, diaspora. Mensen die ervoor zouden hier komen investeren. We zouden een lening krijgen van Nederland. Ik hoorde iets over een miljard en zo. Ik heb niks van kunnen merken. Het enige wat heb ik kunnen merken is namelijk alle prijzen gaan de lucht in. Men zegt van ja, geef me de spelen van 6-9 maanden enzovoort. Maar binnen die 3 maanden al is er honderden items verhoogd. Zoals brandstof. Mag ik u wat vragen? Ja, zeker. Want we willen elkaar helpen. Wat zou er moeten gebeuren als er geen geld is? Een stuk van het land verkopen. Een stuk van het land verkopen om de mensen uit de crisis te halen. En aan wie zou u het willen verkopen? Aan die Chinezen die 50.000 hectare grond hebben gekregen als concessie. Voor hoeveel jaren en anderen die 200.000 en 300.000 hectare krijgen voor 40 en 75 jaren. Aan die mensen. Ja. Om dus, de arme volk uit de crisis dus te zegt, halen. U zegt in principe, in plaats van dat we die concessie voor 50 en 100 jaar geven, liever verkopen we die concessie. Komt het daarop neer? Jawel. Oké. Ja, ik begreep het. Dan haal je de mensen uit de crisis en mensen die ziek worden kunnen geen medicijn komen, want ze kunnen niet permitteren, toch? Ja, kunnen niet permitteren. Want alles is duurder geworden. Wat is niet duur geworden in Suriname? Nee, dat stukje begrijpen. En degene die zoveel verdienen, leveren niet in. Maar de arme volk moet blijven inleveren en inleveren en inleveren en inleveren. Tenslotte gaat de koe dood, komt nooit meer in leven. Dat was de belofte niet. En daarom zijn die mensen kwaad. Mensen die wel kunnen inleveren en gigantisch veel verdienen, die leveren niet in. Laat de waarheid moet gesproken worden. Laat het gezegd zijn. En dat het duidelijk zijn. Men vraagt na 9 maanden, 6 maanden. Ik ben niet optimistisch hoor. Eerlijk, ik heb er geen enkel vertrouwen in. Maar ik zeg niet dat de regering naar huis moet. Maar laat hun best beter doen hoor. Want dat was de belofte niet. Men had niet gezegd stroomwater en dit en dat zou de lucht ingaan, et cetera. Wij hoorden alleen van Timmy Stong, wanneer aan de macht komt, dan mego technamoni. Waar zouden jullie dat gaan halen? Waar? Bij de arme volk? Men dacht anders. Bij degene die al dat geld hebben ontvreemd. Ja toch? Ze zijn er van doorgaan met dat geld. Er zitten 4 in de baaien. Begin hun niet te vragen waar die 273 miljoen is. En de rest van dat geld. En al die leningen. Waar zit dat geld? Laat het gezegd zijn hoor. Men moet niet bang zijn om te praten, laat het gezegd zijn. Maar ik zeg het ook, laat het gezegd zijn. Ik zeg niet dat deze mensen naar huis moeten, maar laat ze ook anders hun werk doen. Want het gaat niet goed. Is meneer goed. Pirkan, heel hartelijk dank. U ook, dank u in wel. In het kort. Dank u wel. Dit is Kalajurkal. Wat ik ook steeds hoor, en daar hebben die mensen gelijk in, ik geef mensen geen ongelijk, is dat als we steeds gepraat hebben van er is geld gestolen, er is 2 miljard ontvreemd. Men creëerde zelf een term dat we de term gestolen niet wilden noemen. Men noemde het geld is verdampt. En de burger vraagt van oké, dan gaat het maar terughalen. En dat simpele manier van ga dat terughalen, dat is een normaal denken. Maar om geld dat eventueel gestolen is geworden, waarvan je zegt je hebt het vermoeden, moet je tenminste eerst weten wie heeft het gestolen. 2, je gaat moeten weten, heb je de bewijzen dat die gestolen zijn geworden. Dus uiteindelijk ga je daarvoor een apparaat in werking moeten zetten die onderzoekingen moeten doen. Want je kan niet à la dol mensen gaan oppakken omdat je denkt dat ze gestolen hebben, maar je weet het niet dat zij het zijn. En daarvoor heb je dan
daarvoor heb je het instituut dat men noemt het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie is bij uitstek het instituut die we kennen, die dit soort onderzoekingen moeten verrichten. Wat ook bekend is, dat president Santokki een speciale groep heeft geïnstalleerd, die getrokken wordt door een officier van justitie. En wat is een officier van justitie? Is iemand die werkt bij het Openbaar Ministerie, die specifiek leiding gaat geven aan corruptieve zaken. Dus er is iemand van het OM erin, in het systeem, die leiding gaat geven. En om corruptieve zaken te onderzoeken, dames en heren, dat duurt een poos. Het neemt tijd. Je moet bewijslasten vergaren. Je moet weten waar het geld is, als er geld is gestolen. Als er geld is gestolen, waar is dat geld naartoe? Welke rekening is in dat geld? Is dat geld nog in het land? Is het cashgeld? Is het ergens geïnvesteerd in real estate? Is het geïnvesteerd in sieraden? Is het geïnvesteerd in dure producten? Is het misschien al uit het land? Als het uit het land is, welk land? Welke bankrekening? Dus het is een immense taak om te weten, waar is dat ding? Want je mag me geloven, als iemand, bij wijze van spreken, ik zeg maar, $3-4 miljoen heeft. Ik geloof niet dat die persoon het onder zijn matras heeft bewaard. Ik geloof niet dat het onder zijn matras heeft bewaard. Het is ergens geïnvesteerd in aandelen, beleggingen. Het zijn overal, het is weggezet. En om dit alles te traceren, je moet hem kunnen traceren, moet je breed mensen daarvoor hebben die specialistische kennis hebben om wat we noemen geldsporen te volgen. Geldsporen te volgen. En dat is letterlijk gespecialiseerd werk. Daarvoor moet je mij niet zetten. Ik ben niet gespecialiseerd erin. Ik heb wel een beeld van hoe het werkt. Maar dat ik gespecialiseerd in ben, nee, dat ben ik niet. Maar ik heb wel een idee van hoe dat ding in elkaar werkt. Toch? En zo hebt u ook een idee. Dus om dat geld te gaan halen, zover er gestolen is, het is niet morgenochtend. Het is niet morgenochtend. Maar als men inderdaad de bewijslasten voor vindt, ja, dan heb je twee manieren. Ja, dan gaat uiteindelijk ga je die zaak naar de rechter moeten brengen, want het Openbaar Ministerie beslist niet of een persoon schuldig is. Houd dat vast, beslist niet, dat beslist de rechter. Dan gaat het Openbaar Ministerie met zijn bewijslast, ze hebben en houden, naar de rechter moeten. Dat noemen we de groene tafel. Maar dan heeft die verdachte heeft ook recht op advocaat. En die gaat dan voor zijn klant bepleiten dat wat jij zegt niet waar is. En jij moet dan bewijzen, je moet niet babbelen, je moet bewijzen dat het wel waar is. Uiteindelijk gaat dan aan de hand van de facts, gaat de rechter een oordeel vellen. Dan kan je verschillende vormen van oordeel hebben, aan de hand van wat je hebt gevraagd. Heb je straf gevraagd? Heb je gevraagd van confiscering? En want iemand kan straf krijgen, maar dat betekent nog niet dat dat geld terug is, hè? Dat is weer een ander verhaal. Dus ik hoop dat u dat een beetje begrijpt, want we willen het allemaal ook morgenochtend hebben, maar het gaat morgenochtend niet gebeuren. Wat we wel al zien, en waar niemand in mag bemoeien, is dat het Openbaar Ministerie wel al begonnen is. Er zijn een behoorlijk aantal mensen aangehouden. Maar aanhouden betekent nog niet schuldig. Ik ben straks weer terug met meer Kalajorkel. Tot straks. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot deze zaterdagsaflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans Kalajorkel. Dit is de aflevering voor zaterdag 10 oktober 2020. Mijn naam is Farid Pierkan en ik presenteer u deze uitzending. Ik groet ook op deze zaterdagmorgen al onze honderden, zo je wil, duizenden luisteraars en kijkers, voornamelijk in Nederland. Er zijn ook mensen die op Aruba mee luisteren, kijken op Curaçao. Ook hebben we net een bericht van een uit Dubai. Oké, er is één verdwaalde in Dubai. Een verdwaalde. Waarschijnlijk oké, welkom. Is niet beledigend, vervelend bedoeld, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar ook de mensen in Nederland, voornamelijk wens ik u een heel plezierige dag toe op deze zaterdag. COVID beheerst ons leven. Het beheerst ons hele leven.
De druk op de samenleving, op iedere burger, ongeacht wie je bent, is dubbel zo zwaar geworden. 1. Het is een economische klap voor de burger. En dan ook nog dat je niet normaal kan bewegen en je hebt die vrijheid niet meer als voor maart 2020 in ons land. We zijn beperkt in onze beweging doordat we ons moeten houden. We moeten ons houden aan de COVID-protocollen. We kunnen niet meer naar onze huisfeestjes. Er zijn geen huwelijken, er vinden nog wel huwelijken plaats, maar we kunnen niet meer naar huwelijksfeesten. We kunnen onze verplichting als burger niet meer doen wanneer iemand komt te overlijden op de manier hoe we dat wensten te doen. We kunnen niet meer ergens met vrienden en kennissen gaan zitten om te gaan chillen, om lekker bij te praten, om lekker bij te babbelen. Het leven is gewoon niet meer hetzelfde. En iedereen probeert nog steeds een weg te vinden tussen wat we noemen het nieuw normaal. Mensen noemen het nieuw normaal. Ik zou bijna zeggen het abnormaal, maar ze zeggen oké, laten we het nieuw normaal. Iedereen probeert zich een weg nog te vinden in het systeem van hoe om te gaan in dat nieuw model. Hetzelfde geldt ook voor mij. Ik ben geen uitzondering. Hetzelfde geldt ook voor mij, het geldt voor iedereen. We moeten rekening houden met 1,5 meter tot 2 meter afstand. Iedereen wil zich daaraan houden. Maar je krijgt ook soms onbewust dat je dichter bij iemand bent dan normaal. Onbewust. Je hoopt dat je geen besmetting oploopt. Je wil het, niemand gaat dat opzoeken. Niemand gaat het opzoeken. Je hoopt dat je niet oploopt. Dus iedereen probeert zich een weg te banen. Van, mag ik dit, mag ik dat, mag ik dit niet. Maar het belangrijkste is, als je aan de standaard uitgangspunten houdt, aan de standaard uitgangspunten, die we ook gaan blijven herhalen, want het geldt ook voor mij, is dat we rekening moeten houden, dat we onze handen moeten wassen, we moeten ervoor zorgen dat we onze mondkapje op hebben. Dus als we ons houden aan die minimale standaardprotocollen, dan komen we er goed van af, tot we eens hopen dat ze een vaccin vinden. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Fjellofari. Goedemorgen. Ik volg die programma haast elke week, luisteren, maar ik wil naar voren brengen dat de laatste beller van zo net. Hij vindt dat de regering moet het land verkopen. Dan vind ik deze beller voorheen, dezezelfde beller ging altijd schreeuwen voorheen, dat enige echte president Bouters is de president die hij het land kan goed draaien. Ja, maar, en nu komt hij. Maar goed, laten we die beller in zijn waarde laten. Ik wil graag uw eigen mening horen. Oké. Begrijpt u? Want ja, anders gaan we krijgen dat mensen op mensen gaan reageren. En dat is niet gangbaar hier. Maar wat is uw mening wat er moet gebeuren? Nee, bij Grim strakker houden dan pas kan het normaliseren. Want bijna het land. De vorige regering heeft het land helemaal doorverkocht met alles. Lauzige. Daarom moet de bijgrim een beetje strakker worden. Dus dat. En wat ik wil zeggen, die vorige bellen zei het land moet doorverkocht worden. Zou ik hem aanraden, laat hij desnoods re-emigreren naar Guyana. Want hij is een Guyanese, sorry dat ik zeg. Hij is een kerkvoorganger. Maar oké. Dus hij mag deze dingen niet naar voren brengen, vind ik. Oké. Daarover heb ik. Is goed. Ja, toch, als een kerkvoorganger. Dus daarover heb ik, alsjeblieft. Oké, dank u wel. het komt natuurlijk niet goed. Je kan een land niet verkopen. Oké. Maar ik denk dat wat die meneer bedoelde, ik wil hem niet corrigeren, ik wil niet bijpraten. Hij bedoelde eigenlijk te zeggen, want kijk, als we concessies weggeven voor 50 en 100 jaar, dat we liever die concessie verkopen. Ik denk niet dat hij bedoelde verkopen een stuk grond, oké, ik weet het niet. Ik zal hem een andere keer vragen als hij me ooit weer terugbelt. Dan zal ik hem wel nader vragen, want dit heeft veel mensen gestoord en het gaat mensen blijven storen, want je kan een onafhankelijke natie niet verkopen. Je kan binnen een onafhankelijke natie wel steden gaan inrichten via een ander model, maar dat kan even gewoon niet. Maar misschien probeer je het anders uit te drukken. Ik zal hem een andere keer vragen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar dit is Kala Jorkel. We doen het nog live van
vanuit Paramaribo, Suriname. Er is een commissie geïnstalleerd door president Santokki en het is weer een commissie met een andere doelstelling. Daar kom ik straks op terug. U bent in de uitzending. Goeiedag. Ja, goeiedag. Bent u er? Meneer Pirkan, goedemorgen met Gourdin. Ja, meneer Gourdin. Nou, geen Gourdin hoor. Gourbin met een B van Bernard. Oh, Gourdin. Nee, Gourbin. Oh, Gourdin. Oké. Precies, ja. Ja, precies. Sorry hoor, sorry. Ha. Wat ik wil aanhalen eigenlijk. Mensen van EBS, personeel van EBS, hè. Het schijnt dat ze haast niets betalen voor hun verbruik. En personeel van SWM ook. En uit goede informatie heb ik dat deze mensen, vooral mensen van EBS, die hebben hele grote apparaten thuis. Die draaien 24 uur per dag. Waarom is die regeling, waarom kunnen ze die regeling niet terugdraaien? Die mensen moeten toch ook gaan betalen? Al zijn ze personeel van EBS, dan ze moeten ook gaan betalen. Misschien is dat verrekend in hun salaris. Maar dan moeten die salaris van hun misschien iets verhoogd worden. Maar dan kan men weten dat iedereen betaalt voor stroom of water. Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Oké. En ik heb een tweede opmerking. Ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt, want het gaat over uw uitzending. Gaat u gaan. Die dames, twee dames die in de uitzending omroepster zijn, mijn verzoek is dat ze goed Hindi gaan praten. Want wat is het probleem? Als een onderwerp in enkelvoud is, dan praten ze met werkwoord van meervoud. Misschien kunnen ze daar een beetje aandacht aan geven, want anders gaat onze jongeren denken, nou, zo hoort het. Oké. Ja. En nog één kleine opmerking over uw uitzending. Tot slot. Soms merk ik bij ze draaien een hele leuke oude programma. En ineens wordt het opgehouden omdat reclame moet beginnen. Waarom doet ze niet zo? Als ze zien, nou, ze hebben maar 30 seconden of 15 seconden. Dan zetten ze een instrumental en dan reclame beginnen. Maar als je een mooie nummer draait en ineens ophoudt, dan lijkt het alsof je iemand eten hebt gegeven. En als hij smakelijk aan het eten is, dan haal je het bord weg. Dus misschien kunt u daar ook een beetje aandacht aan geven. Misschien begrijpt u mij. Ik begrijp alles. Als u van oude liederen houdt. Ik begrijp alles. Dank u wel. Dank u wel. Ik hoop niet dat u mij hierover kwalijk neemt. Nee, ik heb u toch laten uitpraten. Okay. Dank u wel. Oké, we nemen dat mee ter kennisgeving. Het zal een beetje te technisch zijn om u alles uit te leggen hier. Maar we nemen dat aan ter kennisgeving. Ten aanzien van het eerste geval waarover de meneer Hief is dat bij parastatale bedrijven zoals EBS, SWM, SLM en er kunnen nog een aantal van ze zijn, hebben werknemers aan de hand van waar ze te werk zijn gesteld, hebben ze binnen dat systeem hebben ze privileges verworven. We noemen dat privileges en dat hebben ze verworven middels vakbondsonderhandelingen. De vakbonden hebben in bepaalde tijdsgeest, hebben het bedwongen dat mensen die dan werken voor bepaalde entiteiten, hangt ervan af van waar je werkt, bepaalde privileges hebben meegekregen van het bedrijf. En dat noemt men verworven rechten. Dus zou men willen besluiten om te zeggen, we willen deze verworven rechten, want dat zijn verworven rechten van de werknemer binnen de entiteit waar ze werken, dan zou het op de operatietafel moeten,
Maar dan zou het weer met de vakbonden besproken moeten worden of men eventueel bereid is in te leveren. Want wat men eenmaal soms heeft, wil men niet teruggeven. Dus je zou, whatever je zou willen doen, zou je in goed overleg moeten doen, moeten kunnen overtuigen waarom je het zegt, en de mensen moeten overtuigd kunnen worden van waarom ze het terug moeten geven. Als u begrijpt wat ik bedoel. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Ik wilde het even over hebben. Ik had een tijdje terug gebeld voor meneer Hoofdraad. Dat hij dus een paspoort heeft van Amerikanen. Maar je had mij gezegd, nou, je wordt helemaal gescreend voordat je dus dan in de assemblee komt. En nu blijkt het dus dat de hele regering dus niet goed onderzocht heeft. En nu is die man niet te vinden. Dus omdat hij, omdat hij niet te vinden is, heeft hij een Amerikaans paspoort? Denk ik wel. U weet het niet, u denkt het. Maar dat is een verschil, hè? Tussen denken en weten. Ja. Ja, okay, dus prima. Daarom. Oké. Okay. Daarom heb je twee woorden gebruikt. Oké. Okay. Maar anyhow, van die vijvers, bakoven fabriek. Mijn plantage. Ja. Nu heeft de bond de gelegenheid om het zelf te draaien. Want altijd ligt het op de vingers van de baas. Om te zeggen, nou, dit is niet goed, je hebt zoveel winst gemaakt, er moet zoveel krijgen. Maar wat ik uit goede bronnen heb vernomen, dat er meer zieke dagen daar zijn geweest, zodat die manager heeft gezegd, nou, dit kan ik niet meer draaien. En dus, daar hebben de personen die geld ingestopt hebben, die zitten niet meer nou. Maar nog één vraag. Die fabriek van die huizen, alstublieft. Die China zou bouwen hier. Dat fabriek neemt alleen maar rondhout en verscheept dat weg. Hoe zit het daarmee dan? Kan er geen onderzoek daar plaatsvinden? Oké, dank u wel hoor. Dank u wel. Oké. Okay. Ga even proberen te kijken welk deel ik wel een antwoord kan geven en niet. Wanneer iemand niet te vinden is, betekent niet per se dat de persoon een andere nationaliteit heeft. Dat is één. Kan ook best wel zo zijn. Dat niet voor onmogelijk is dat die men misschien meerdere paspoorten ergens heeft. Alles is mogelijk. Maar wat de opsporing aangaat, opsporingsbevoegdheden zijn uitgegeven. Internationale opsporingsbevel is ook al uitgegeven. Dus waar mensen zijn die gezocht worden internationaal nu, namens het land Suriname is er opsporing gevraagd via Interpol. Zouden de landen die lid zijn van Interpol, en dat zijn alle landen in de wereld by the way, zouden die landen, wanneer zo iemand herkend wordt, moeten arresteren. En dan zou de procedure van uitlevering moeten geschieden. Dat is een normale standaardprocedure. Dat is een normale standaardprocedure. Soms vind je de persoon na jaren. Er zijn nog zoveel mensen op Interpol-lijst, niet van Suriname, maar over de hele wereld, die gewoon nog niet te vinden zijn. Gewoon nog niet te vinden. Soms duurt het jaren. Maar eens word je gepakt als men je gaat herkennen. Eens ga je gepakt worden als men je gaat herkennen. Dat is fact of life. Dus betekent nog niet omdat er een arrestatie in internationaal opsporingsbevel is uitgegeven door Interpol dat oké, dat is eruit. Dus morgen hebben we die man. Oké. Nee. Iemand die gezocht wordt is ook slim. Denk je dat iemand die gezocht wordt niet slim is? Die gaat ook zijn plannen maken om niet gepakt te worden. Dat geldt voor iedere persoon die als verdachte wordt aangemerkt ergens in de wereld. Dus het kan snel zijn, maar het kan ook lang duren. Het kan ook zijn dat het
dat zo iemand bij wijze van spreken ook nooit gevonden wordt. Omdat je ook bij wijze van spreken niet weet, niet per se de mensen die van Suriname worden gezocht, maar algemeen, of de mensen nog in leven zijn, dat weet je ook niet. Want je gaat het pas weten wanneer iemand herkend wordt ergens. Dus ja, dat is het geval. Wat had die meneer had over het Bakovo-bedrijf. Kijk, het Bakovo-bedrijf die hier was. Het is een hele lange geschiedenis. Het was eerst Sørland. U kent het geval van Sørland. Later werd het omgezet in een stichting. En later is het doorverkocht geworden aan een Belgische onderneming. Die Belgische onderneming heeft de meerderheid der aandelen erin. De grote meerderheid. De overheid heeft, als ik het goed heb, 10% minderheidsaandeel. Dus de werknemers die daar werken, zover ze nog werken, moeten de natie heel dankbaar zijn, alle mensen van dit land, dat ze betaald worden. Want de werknemers hoeven eigenlijk niet betaald te worden, want het is een particuliere entiteit. Dat die overheid heeft besloten voor de verkiezing om te zeggen, want die eigenaar is weggegaan, heeft het bedrijf gelaten, heeft gezegd, jongens, hier heb je die sleutels, kijk maar wat je kan doen. Ja, dat die werknemers doorbetaald zijn geworden, dat was die overheid eigenlijk niet verplicht, hè. De overheid is niet, het is een particuliere entiteit. Ik wil zien morgenochtend hier, als ik mijn mensen niet kan betalen, als die overheid gaat zeggen, hey, maak je geen zorgen, ik ga ze voor je betalen. Ze gaan niet betalen, het is een particuliere entiteit. Dus de werknemers die nog doorbetaald worden, mogelijk voor het niet werken vanwege omstandigheden, moeten die hele bevolking dankbaar zijn. Want de overheid is niks verplicht in principe, hè. Het is een 90% aandeel van particulieren en de overheid heeft 10%. Dus dat moeten ze ook wel even vasthouden. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja, goeiedag meneer Farid. Wat in de roes met u? Goed, goed. Dank u wel. Heel kort hoor. Die nieuwe centrale bankkoers van 14,7, als ik het goed heb. En die parastatale bedrijven van de staat, die gedualiseerde salarissen uitbetaald. Gaan ze dat op een koers van 14 ontvangen? Want ik vind, als ik dat zo mag zijn, dan is, ja. Ja. Ben ik het wel een beetje eens daarmee. Oké, ik begrijp je, dank u wel. Dus ik moet inderdaad nagaan, ik ken het niet zo uit het hoofd, je moet niet denken dat ik ook alles weet. Je moet me helpen, hè. Hallo, zuurstof geven. Je moet wel nagaan welke bedrijven uitbetaald worden in Amerikaanse dollars. En als dat wel zo is, en als ze dan in de tegenwoordig SRD krijgen, ja, dan is die vraagstelling van deze meneer correct. Is die tegenwoordig tegen die nieuwe koers? We weten dat die mannen van SBB, Stichting Bosbeheer Suriname, something like that, dat die mensen een dollar overeenkomst hebben, maar zij worden nog erg benadeeld, want ze worden nog steeds uitbetaald op 3,35, op een koers van 3,35. Dus het is vreemd dat in mijn land Surinaamse bedrijven van de staat, al dan niet stichtingen van de staat, overeenkomsten er zijn in vreemd geld. Men moet weg van al deze overeenkomsten. Men moet weg van al deze overeenkomsten in vreemd geld, als het een staatsonderneming is, of al dan niet een stichting van de overheid. Het kan niet zo zijn dat men overeenkomsten heeft in een vreemde munt. Dus men moet weg daarvan. Dat is, althans zo denk ik. Maar ja, wie ben ik? U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ja, ik wil praten over Dagblad Suriname. Nee, als u over die krant wil praten. Een keertje ben ik bij een Chinese winkel gegaan om te vragen. Vrouw, je hebt hier die kranten? Ze zegt, Dagblad? Ik zeg, ja, oké, Dagblad Suriname. Ja, en zo, Dagblad Suriname is een heel populair krant. Een keertje, tweede, een keertje, Bangladesh of LBI, drie gekken hadden afspraak gemaakt om te praten met dokters, om te zeggen dat wij zijn beter geworden. En dit heb ik ook weggehaald uit Dagblad Suriname, uit die mop. En toen de dokter arriveerde bij hun,
zeggen ze, dokter, we zijn niet meer gek, we zijn helemaal beter geworden. We willen vrij, we willen naar huis. Dokter zegt, oké, dan ga ik een proef nemen, maar ik kom straks. Ja, toen dokter terugkwam, vroeg hij, ik ga jullie meenemen bij een zwembad om te zwemmen. Maar zwembad was helemaal leeg, meneer Farid. Helemaal leeg. Geen water. Hij zegt, oké, jullie kunnen springen. Twee zijn gelijk gesprongen. En derde sprong niet. Derde is hij niet gesprongen. Dokter dacht dat hij beter is geworden. En toen vroeg de dokter aan de derde, zei de innocent. Jompo in Awatra, zwembad. De persoon zei, dokter, ik heb geen zwembad, zwembroek gehad. Daarom ben ik niet gesprongen bedoel ik. Okay. Ja, dat was het. Oké, okay. Is goed, oké, okay, dank u wel. Ja, de man wil, is goed voor vertier dat we af en toe een mop er tussenin krijgen. Begrijpt u? Dat mag ook wel een keertje, maar zolang het net de moppen zijn, hè? Zolang het net de moppen blijven. Maar goed, dit is Rashid Pierkans Kalaar, Jorkel. Het is de zaterdagse, u bent vrij. In principe zat ik er mee gisteren van, moet ik deze uitzending nog even voor vandaag laten doorgaan? Want het is een nationale vrije dag, in principe moet ik ook vrij zijn, toch? Maar ik dacht, nee man. Laten we even doorwerken, toch? Laten we doorwerken, want dit is een werkdag voor mij, hè? En ook voor Sager. Sager, je werkt, toch? Ja, zie je, er wordt gewerkt, hè. Je bent in de uitzending. Goedemorgen. Bent u er nog? Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Ik wil het even hebben over de manier van aanpak van deze regering. Het gaat erom dat ze, als ze eens zouden kijken naar de waarde van mijn land, uitgedrukt in het goud, het hout en het zwarte goud, aardolie. Dat zou ik willen aangeven als ze eerst de goudsector tussen IAM Gold en Newmont in zouden aanpakken en dat goud naar Paramaribo zouden brengen. En daar had je een waarde die je om kon zetten in dollars. En daarna zou je moeten unificeren, zodat jij ook als speler op de markt kan optreden. Nu kan de regering niet optreden als speler op de markt en gaat de dollarkoers naar 17,50 met een 17,80. Want er kunnen geen dollars worden aangeboden aan de consument en de producent. Voor we uit dat probleem komen, ja. Ik wil het hierbij laten. Okay. Misschien is dit een manier naar de overheid toe om over na te denken. Oké, okay, dank u wel. Kijk, als er... ik kan iedereen begrijpen, want ik zoek soms ook oplossingen. En soms heb ik ook niet voor alles een oplossing. Ik heb soms een leuke babbel. Maar wanneer je geen geld hebt, of te weinig geld, dan bestaan er geen wondermiddelen. Je kan geluk hebben dat je in een casino gaat en je draait die jackpot. Maar de kans is hoeveel geluk heb je. En komt er ooit wel een geluk. Maar als je weinig geld hebt, is er maar één factor dat kan helpen en dat is werken. Dat is werken. Dat is maar één factor ervoor, tenminste als je geen kwaad wil gaan doen. Als je geen kwaad, want ik wil niet adviseren om kwaad te doen, dat moet je niet doen, is alleen maar werken. En dat geldt ook voor een land. En als er overeenkomsten zijn, overeenkomsten, dan al dan niet met buitenlandse ondernemingen, dan dient welke regering dan ook zich aan die overeenkomsten houden. Je kan niet morgenochtend gaan omdat je in verdrukking bent, wat ik begrijp. Je zegt, weet je, ik ga even naar IAM Gold. Hey jongens, luister nou, good morning, I'm the new government. And I don't like the way you operate in my country and I don't want to do it a different way. Dat werkt niet zo. Er is een overeenkomst. En deze overeenkomst, en ik ben er bijna zeker van dat die overeenkomst,
ja, dat ze internationale rechtbanken aanspreken hiervoor. En dat jij als staat gewoon aangeklaagd kan worden. Je kan niet binnen huppelen. Het is bijna haast onmogelijk. Dus je gaat binnen die overeenkomsten moeten kijken die al gesloten zijn. Wat kan ik nog een regel vinden die ik bespreekbaar wens te maken? Maar het werkt niet zo dat om de ene keer wanneer het goed gaat, dan praten we niet over die overeenkomst, oké. En wanneer het een keertje slecht gaat, dan wil ik wel gaan praten. Die mannen gaan je houden aan die overeenkomst. Dan moet je, daarom is het altijd goed, van welke regering dan ook, in welke tijdspan van de geschiedenis, dat je moet weten wat je tekent. Omdat welke regering dan ook die overeenkomst heeft gemaakt, in welke tijdspan van de geschiedenis, daar verbind je een hele natie mee. Je verbindt een hele natie ermee. Dus je kan niet, het kan gewoon, ik begrijp mensen, maar het werkt gewoon niet voor niet zo. Je bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Birkan. Ik spreek met mevrouw Ramlal. Ja, mevrouw. Ik heb een vraag. Het probleem is van als je bij de overheid werkt, je op je bruto salaris je belasting betaalt. En daarna wordt je pensioen afgetrokken, AOV afgetrokken en alle andere dingen. Maar als je 35 jaar al hebt verdiend en je gaat met pensioen, is het eerlijk dat men dan van je pensioen ook belasting aftrekt? Dat is mijn vraag, want je hebt al op dat geld belasting betaald. Het is geld wat je bij de overheid hebt gespaard. Oké, en dus je betaalt dan nog een keer belasting? Ja, dan betaal je nog een keer belasting op dat geld. Oké, mevrouw, dank u wel. Dan ga ik kijken. Laat me even dit meenemen, want ik heb lang geen loonslip gezien, dus ik wil deze gedachte van u meenemen en uw opmerking en ik wil ermee terugkomen in mijn volgende uitzending. Ik begrijp wel wat u bedoelt, maar laat me even goed navraag erover doen van hoe het in elkaar zit en als er werkelijk dubbele heffingen worden gedaan zoals u bedoelt. Laat me dat even goed natrekken voordat ik u een incorrect antwoord. Ik wil u graag een correct antwoord voorgeven. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Goeiedag, meneer Pierkan. Hoe gaat het met u? Goed, hoe gaat het met jou? Dank u wel. Oké. Het gaat goed. Ik wil het vandaag hebben over de manier van de werkzaamheden van de assembleeleden. Ik heb het niet zeg over de maken van wetten, hoor. Over de andere werkzaamheden die ze verrichten. Bijvoorbeeld, ik zal het met een voorbeeld aanhalen. Enkele assembleeleden die zijn bezig tassen te verstrekken, schooltassen. Andere assembleeleden die gaan temperatuurmeters schenken. Sommigen krijgen spullen vanuit bevriende naties, wat goed is. En dan houden ze zich ook daarmee bezig. En een assembleelid heeft dus zijn salaris opgezegd om volledig assembleelid te zijn. Allemaal mooi, maar naar mijns inziens werken de assembleeleden heel erg los en onsamenhangend met elkaar. Uit hoofde van het feit wat de president eerder gezegd had, we zitten en we doen het samen, zou ik uit hoofde van het feit dat ik constructieve bijdrage wil leveren, het anders doen. Ik zou al deze, als het gaat om donaties en dergelijke, centraliseren. Ik zou het naar één bureau brengen en naar mijn inzien is het bureau van de First Lady het best. Dus dan gaan we dat centraliseren. Hoe dat in elkaar moet zitten, dat laat ik voor de volgende keer. Maar ik vind dat de assembleeleden duurzame projecten moeten initiëren. En u gaat me gelijk zeggen, ja, maar je hebt geld nodig. Ja, we hebben geld nodig. Maar hoe zou ik het doen? Ik zou zeggen, behouden jullie al je salaris en je schadeloosstellingen, behoud dat.
Ik kom elke maand 5000 SRD, want ik weet niet hoeveel een assembleelid verdient door meneer Pirka, maar ik zou het ook niet willen weten hoor. Elke maand kom ik 5000 SRD ophalen. Ik zet het in een schoenendoos. 51 maal 5000 is 255.000. Die ik elke maand in die schoenendoos ga zetten bij de voorzitter van de Nationale Assemblée. En daarna zit je dan ook met deze assemblée aan tafel om te zeggen welke prioriteitsprojecten hebben jullie. Nou, omdat ik dat niet gedaan heb, wil ik iets uit mezelf zeggen. Ik zou bijvoorbeeld de thuis- en de daklozen van straat halen. Kijkt u, ik ga het selectief doen. Want op straat heb je drugsverslaafden en zwervers en je hebt ook thuis- en daklozen. Wat de thuis- en daklozen betreft wil ik ook selecteren hoor. De groep die dus gewoon alleen is en niets heeft, geen onderdak heeft. Ik ga u vertellen dat ik in een bepaald district een plek heb geïdentificeerd. Ik zal niet zeggen waar. En daar hebben ze de medische infrastructuur is er al en ze hebben ook een grote keuken en dergelijke. Dus het enige wat ik met die 255.000, wat heel veel geld is hoor, zou moeten bijbouwen daar, zijn de woonplekken. Hè? En ik zou gewoon een 4x4, zo niet 6x6 ze bouwen. 6 maanden lang zou ik ze onder de medische begeleiding plaatsen, dus dat ze arbeidsactief gemaakt worden. Dat is 6 maanden dat project gaat lopen. Zodra ze hun verblijf hebben, loopt het project. Daarna stap ik over naar het tweede project. Dat zijn de zwervers en de drugsverslaafden. Die haal ik ook van de straat. En daar, voor hun heb ik ook een plek geïdentificeerd, maar dat is wel in de stad. Die hele medische voorziening en die hele know-how is er. Van begeleiding, psychische begeleiding en dergelijke is er. Het enige wat ik waarschijnlijk bij zou moeten bouwen zijn weer de woonruimtes. Hè, van 4x4, bij wijze van praten. Dus dan zou ik, en zo zou je dan doorgaan. En wanneer deze mensen na 6 maanden gerehabiliteerd, tussen aanhalers en sluittekens zijn, de plaats zit, dan gaan we samenwerken met bepaalde diensten uit de ministeries. Want ik heb zo een beetje, hoor ik ook dat alle overheidskantoren bijvoorbeeld aan een verbouwing aan toe zijn. Ik hoorde zelfs de minister van Sociale Zaken zeggen in een programma dat hij zijn raam van zijn kantoor niet open kan doen omdat hij gaat vallen. Nou, na 6 maanden heb ik genoeg mensen hoor die het in elkaar kunnen timmeren. En ook al die gebouwen, de overheids, alleen overheidsprojecten hoor, gaan we doen. En dan zouden we zo doorgaan met een werkgroep, met alle mensen van verschillende pluimages. En aan de hand van het project ga je dus de mensen inzetten. Ik ga u zeggen, meneer, u gaat me gelijk zeggen, meneer Pirkan. Ja, dat is makkelijk praten, maar je hebt dus wetten nodig. Ik zal afronden door te citeren. Ik heb een citaat uit de krant eens gelezen, 2 maanden terug. En daarin stond, goede mensen hebben geen wetten nodig om verantwoordelijk te handelen. Terwijl slechte mensen diezelfde wetten omzeilen. Dank u wel en ik blijf luisteren. Oké. Dank u wel. Dat is een heleboel mooie ideeën, mooie initiatieven. We hopen dat mensen de gedachtegang die jij hebt geponeerd, en in het bijzonder de parlementariërs, want die heb je aangesproken bij deze, dat ze je gedachtegang kunnen meenemen. Ieder project die je doet, maakt niet uit welk project, moet op lang termijn geprojecteerd kunnen worden. En vaak genoeg projecten moeten niet op basis van een kort termijn. Behoorlijk aantal jaren geleden, niet recent, ik dacht. 25 jaar geleden zat ik ook met een groep en die mensen luisteren ook waarschijnlijk. Er zijn nog een paar van ze erin in het midden. Dat we eens een initiatief zouden ondernemen om een seniorentehuis op te zetten. Dat was 25 jaar geleden. Niet gisteren. En na alle berekeningen en alle feasibility studies, want je gaat een onderzoek doen. Als je droom, dan ga je hem plannen. Je gaat een onderzoek laten doen. En uiteindelijk hebben we niet gekozen om dat te doen. We hebben niet gekozen. Uiteindelijk hebben we wel een ander project gedraaid. Wel een ander groot project gedraaid. Niet ik met mensen, hoor. Hou dat vast. Niet ik. Oké? Okay? Het is geen ik. Het is mensen. En we hebben toen van afgezien, omdat na onderzoek was gebleken dat er meer aan te pas komt, heel veel aan te pas komt om een, zo je wilt, een bejaardentehuis, een seniorentehuis te bouwen, te onderhouden, te voorzien op heel lang termijn.
op lang termijn. Want het bouwen is geen rocket science. Er gaan meer zaken. En uiteindelijk hebben we het niet uitgevoerd. En het was overigens geen slecht besluit toen, op dat moment. Wat er wel is gebeurd, we hebben een ander groot project gedraaid, waarvan tot heden, vandaag, heden, duizenden kinderen voordeel aan hebben. Dus als A niet doorgaat, dan ga je wel iets bij. Laat me niet zeggen, een behoorlijk aantal mensen hoor, hebben eraan gewerkt. Behoorlijk aantal mensen. En die mensen die luisteren weten waarover ik een weekend heb. U bent in de uitzending. Farid, goedemorgen. Goedemorgen. Hi, Farid, ik heb een paar vragen. Mijn eerste vraag is, er is een schaarste aan SRD. En we horen ook niks van de minister van Financiën. Wat er precies gaande is, ook niet van de regering. Dat is wel een heel pijnlijke situatie in Suriname. Jij als bedrijf mag 2.500 SRD per week lichten. En dat moet je ook gaan aanvragen. Maar er komt geen schot. We weten niet eens wat er aan de... Is er ook een beperking bij SRD? Ja, er is geen SRD. Ah, oké. Er is schaarste aan SRD. Als je geld wil lichten of pinnen, je kan niet. Ah, oké. We willen graag weten wat de reden is. Want het is heel moeilijk om business te doen, om zaken te doen in Suriname. Een land waar een devaluatie is gekomen, maar er is geen SRD. Ah, oké. Ik zal even vragen, hoor. Is dat geld ergens... Is het ergens bewaard? Is het bij de cambio? Is het bij de bedrijven? Waar is onze SRD? Ja, ik ga er straks op terugkomen. Ik begrijp je, hoor. Oké, meneer Farid, nog een vraagje. Voor de verkiezing was er zoveel beloofd. En de zittende regering heeft 20 zetels gehad, de CHP. En er was zoveel beloofd over diaspora dat er 3 miljard euro naar Suriname zou komen. Er waren zoveel bedrijven of landen die zouden investeren in Suriname. En we zien dat de regering weinig informatie geeft naar het volk. Wat gaat er precies gebeuren? Dan komen ze met een koerscorrectie van 7,52 naar 14,29. Dan zien we dat er een benzinetoelage wordt geslagen. Dan horen we dat er olie... gas verhoogd gaat worden, EBS, telezuur. Wij als gemeenschap, we hebben gestemd. We willen een betere Suriname hebben. Maar we hebben ook recht op goede informatie. Ja, Waar gaan wij naartoe? De streven van de overheid was één. We hebben een COVID-situatie, we hebben een lege kas en we hebben armoede. Maar hoe ga je armoede bestrijden als je een koers van 7,52 naar 14,29 hebt gedaan? Alle prijzen zijn de sky high gegaan. We hebben AOV-verhoging gehad. We hebben kinderbijslagverhoging gehad. De bussentarieven zijn van naar 5 SRD gegaan. Maar de benzineprijs, de dieselprijs is 11 SRD geworden. Wie houdt wie voor de gek, meneer Farid? Naar de regering toe, niet naar u toe, naar de regering toe. Laat ze met goede informatie naar het volk komen en het volk vertellen waar gaan wij in 100 dagen, na 100 dagen, na 200 dagen, na 300 dagen. Dat is mijn bijdrage naar de luisteraars toe en naar de regering toe. Dank je wel, meneer Farid, en een fijne dag. Oké, dank u wel. Dank u wel. Dit is Rashid Pierkans, Kal A. Jorkal. Ten aanzien van diaspora kapitaal, ik heb mijn eigen mening, maar dat laat ik even parkeren. Van waar komt de gedachte van diaspora kapitaal eigenlijk? Van waar komt die gedachte? Die gedachte komt van, dat is mijn mening hoor, ik weet niet wat andere mensen denken erover, maar het komt ervan uit landen als India, Filipijnen, China, Filipijnen, Indonesië, Mexico, waarbij burgers van die landen in andere landen wonen en werken en geld terugsturen naar huis. Terugsturen naar huis. In de miljarden, zo je wilt, miljoenen. Wij hebben een ander verhaal met onze diaspora. Onze diaspora, voornamelijk in Nederland,
die werkt niet in Nederland, die woont in Nederland. Die zijn Nederlandse citizens, die zijn citizens of the European Union. Maar ze zijn van Surinaamse komaf. Ze zijn niet gegaan om te werken voor 4 jaar, om te zeggen, na 4 jaar kom ik terug. Dus dat is een verschil met de mensen van de Filipijnen en de mensen van onder andere India. Die zijn gaan werken en die sturen dan geld naar huis en na zoveel jaren komen ze terug naar huis. Los van de anderen die een citizenship hebben. De gedachte hierachter is dat men meent in Nederland, althans die diaspora in Nederland meent, want ik weet het niet, dat ze geld hebben. Dat ze geld hebben. Dat er veel geld is in diaspora Nederland. En diaspora in Nederland, ik neem primair Nederland, omdat de grootste Surinaamse gemeenschap in Nederland woont. Ook in andere landen, maar we hebben het primair over Nederland. Dat er daar geld ligt. De diaspora mensen hebben gezegd, niet ik heb gezegd, diaspora mensen hebben gezegd, er is zoveel miljard hier. Amnaboli, heb je ooit van mij gehoord? Ik, no, by one of me. Er is geld, paiswa hei. Ik wil dat geld brengen naar Suriname. Dat zeggen zij. Oké, laten we ervan uitgaan dat ze weten waarover ze praten. Laten we ervan uitgaan dat ze weten waarover ze praten. Want zij wonen daar. Ik woon niet daar. Ik woon hier. Maar ik ken het verhaal een beetje. Laten we ervan uitgaan dat ze weten waarover ze praten. Nu zegt die regering, atja, jullie vinden, er is kapitaal buiten in diaspora-verband, voornamelijk Nederland. Laten we zien nou hoe dat geld komt. Laten we zien hoe dat geld komt. Maar omdat geld, zover er sprake is van geld, moet richting gekanaliseerd worden. Want laten we zeggen, iemand zegt, ha, paiswa hei, ha, mangila lawe, keiseleie, hoe breng je het? In een koffer? Hallo, ik ben van diaspora, ik heb een koffer geld. Nee, werkt niet zo. Dus wat heeft die regering gedaan? Ze hebben een commissie geïnstalleerd. Ik ook commissie, Oesap installeer Karise. En die commissie staat onder leiding van Henry Ory. En in die commissie zijn er nog meer mensen. En wat is hun werk? Zij moeten, dat is voorlopig hun werk, dat ding in kaart brengen. Als het in werking gaat, hoe moet het in werking gaan? Want alles moet gestreamlined worden. Want als iemand zegt, ik wil wat doen, dan moet die man weten waar hij doet, hoe hij doet en hoe hij het moet doen. Dus wat ze nu gaan doen, ze gaan alles in kaart brengen. Ze gaan het structureren, zodat mensen die pretenderen en zeggen, er is diaspora kapitaal, oké, je bent er, dan moet die man weten, hier moet ik die schel drukken. Tring! Daar krijg je een diaspora-instituut. Het moet voortvloeien uit een instituut. En het is geen ongebruik in de wereld. Maar niet per se voor geld. In de wereld is het niet per se voor geld opgezet, maar het is wel gezet voor diaspora in algemeen. India heeft het, Filipijnen heeft het, Indonesië heeft het ook. Dus je zou een formeel orgaan in werking moeten brengen om al datgene dat met diaspora te maken heeft en niet per se alleen geld, dat je het via een goed gekanaliseerd systeem naar het land toe brengt. Mensen moeten weten waaraan ze aan toe zijn. Mensen moeten weten, waar wil ik naartoe? Wat wil ik gaan doen? Hoe moet ik het doen? Waar moet ik bellen? Waar moet ik schellen? Wat zijn de voorwaarden? Dus je moet de rules en regulations gaan maken. En dat is nou die commissie hun werk. Ze moeten rules en regulations gaan maken. Dat moeten ze doen. Verder moeten ze niks doen. Niks. Ze moeten regelgeving gaan maken. Hoe moet dat ding werken? En daarvoor hebben ze 3 maanden. 3 maanden. Want het gaat niet zo zijn, want ik heb dat verhaal ook gehoord. Bij Swahai, je ziet dat mensen toch niet met 10 koffers komen. Tja, Tjali Sarnam. Dek bij Swahai koffer, maar met hij, Tjali Sarnam. Verder moet dat ding ook in kaart gebracht worden. Daarom zijn er ook mensen van banken in die commissie. Is ook iemand van de bank, als ik het goed heb. Je moet ook kijken dat het geld die komt geen drugsgeld is. Je moet kijken dat het geen geld afkomstig van terrorisme is. Dus daarom moeten ze het in kaart brengen. Het moet clean money zijn, zover er sprake is van geld. Wat we noemen clean money moet het zijn. Dus dat is hun werk voorlopig.
Ze moeten een structuur gaan maken. Maar dat je, inderdaad, er is gezegd, er is diaspora-kapitaal. Je ziet niemand huppelen komend op Sandra in een koffer van 20 kilo. Atja, de campagne is wel een li. Atja, diaspora is een li. Nee, douane gaat je vragen. Maar Fawaka, pik me van Amoni. Zo werkt het. Je moet het gestructureerd brengen. Mensen moeten weten. Dus ze moeten nou structuren gaan aanleggen. En dat is hun werk voorlopig. En als die structuren zijn gemaakt, dan ga ik meer weten. Maar er is voorlopig geen structuur. Er is een gedachtegoed. Er is een gedachtegang. En dat moet nou vorm krijgen. Je gaat een raamwerk voor maken. Wanneer het raamwerk is goedgekeurd, dan weet iedereen waar ze aan toe zijn. Dat is voorlopig het verhaal. Maar goed, voor de rest ga ik u groeten. Ik ga u groeten. Mijn tijd zit er weer op. Ik wil u bedanken voor uw participatie. Ik wil u bedanken voor al uw goede reacties. Ik wil u bedanken voor uw toon van het gesprek dat u hebt meegegeven in deze uitzending. En aan alle andere mensen wil ik zeggen, neem de goede gedachtegangen van de bellers mee. Maak het uw eigene, zover u vindt dat het goed is, want u hoeft het niet per se goed te vinden. Neem ook de gedachten van mij mee. Wat van mij niet goed is, moet je geen moerike pira nemen. Gooi het in de prullenmand, direct. De prullenmand van mij. En ga doorfietsen met je leven. Maar er zijn altijd goede dingen in het leven. En die goede dingen en die mooie dingen moet je mee kunnen nemen voor jezelf, wat jij goed vindt. En als jij de mening bent toegedaan, niet ik, dat iets niet goed is, dan moet jij op zoek gaan naar de waarheid. Dat is jouw werk, niet mijn werk. Is jouw werk. Ga op zoek naar de waarheid en wanneer je dat vindt, dan ga je tot een betere geruststelling komen in datgene waaraan je denkt. Maar ik ga u groeten. Ik wil u bedanken. Ik wil u een mooie voortzetting toewensen van deze mooie Marondag. Wil ik u een mooie voortzetting toewensen. Ik feliciteer alle Surinamers met deze dag. Het is een vredesverdrag die werd getekend in 1760 tussen de Maron en het land Suriname toen. Het land Suriname toen onder de koloniale heerser, het land Nederland toen. Een mooie dag verder. En inshallah ben ik er weer woensdag met een andere aflevering van Rashid Pirkans Kal Ajorkal. Ik hoop woensdag aanstaande in Kal Ajorkal, de minister van Financiën, in Kal Ajorkal te hebben. Ik heb een lopende afspraak met hem. Laten we zien dat zijn agenda niet wordt verschoven. Dan hebben we Agaibersing waarschijnlijk woensdag. Dan gaan we over geldzaken praten. Yes, we're going to talk about money. Money, money, money. Oké, laat die afspraak tenminste doorgaan. Ik dank u. Ik bedank ook die technische jongens Dhiraj en Sagar die me hebben geholpen voor vandaag. Ik groet u. Ram, ram, namaskar. Goede havi. Salam alaikum. Dit is Farid Pirkan. Voor Rashid Pirkan. Skalajor.